Triggervinger ook wel hokkende vinger genoemd. Bij een triggervinger is er sprake van stijfheid bij het buigen of bij het strekken van de vinger. Dit komt omdat aan de basis van de vinger er een zwelling zit van met name de buigpezen waardoor deze niet meer goed in het tunneltje past. Dit kan gepaard gaan met een haperende beweging. Als de conservatieve therapie niet werkt, kan besloten worden tot een operatie. Daarbij wordt de huid verdoofd en vervolgens geopend. Het tunneltje komt te inzicht waar de pees op vastloopt. Dit tunneltje wordt geopend waardoor de pees weer volledig vrij kan bewegen. Dit wordt gecontroleerd. Als dit naar tevredenheid is, wordt de huid gesloten en wordt er een drukverband aangelegd.